Helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video wil ik jullie gaan vertellen hoe ik het voor elkaar heb gekregen om in een paar maanden tijd, iets minder dan een halfjaartje, een verzameling te maken van de eerste drie Pokémon kaarten sets. B-set, Jungle en Fossil, met daarin de allereerste 151 Pokémon. Daar zit ook de B-set Charizard in, sowieso een trio, denk aan een Mewtwo, een Mew, de Dragonite, alles erop en eraan. Sinds ik weer was begonnen met het verzamelen van Pokémon kaarten had ik een wens om van iedere originele 151 Pokémon de allereerste kaart ooit gemaakt te maken. Niet per se een first edition, maar gewoon de unlimited, maar in ieder geval om van al die Pokémon de allereerste kaart te hebben en die samen te voegen in een binder. En in deze video ga ik jullie laten zien hoe ik dat heb aangepakt. Hoe ik ben begonnen, allereerst is eigenlijk door een binder te vullen met energy kaarten. Met daarop beschreven welke kaarten ik allemaal nodig heb. Ik heb voor de B-set de blauwe kaarten gebruikt. En daar dus opgeschreven Blastoise, ook met een sterretje als het een holo kaart zou zijn. En voor de andere sets die er aan toegevoegd moesten worden heb ik een groene gebruikt voor Jungle en een rode voor Fossil. Met een zelfbedacht icoontje erbij. Om op die manier een beetje een overzicht te houden van hey, deze 151 kaarten heb ik nodig. Van deze Pokémon moet ik in B-set zoeken, van deze in Jungle, van deze in Fossil. En op basis daarvan ben ik eigenlijk aan de slag gegaan. Waarom ik heel graag deze set wilde toevoegen is omdat ik al eventjes bezig ben met verzamelen zoals je hier ziet. Daar had ik ook al een aantal kaarten in zitten, zoals dus die Mewtwo promo. Dat is natuurlijk niet de goede, want je moet die van B-set erin hebben zitten. Van Pikachu had ik ook een hele hoop kaarten, maar ook weer niet de juiste van B-set. Electabuzz had ik ook een kaart van, maar dat is een IP in plaats van een HP, dus de Nederlandse versie van de kaart. En ik wilde echt de Engelse hebben van al die kaarten. Je ziet dat ik voornamelijk modern aan het sparen ben. Sinds ik weer ben begonnen met het verzamelen van Pokémon kaarten. Maar dit was gewoon een doel die ik mezelf wilde stellen. Ik ga beginnen met de base, met de allereerste kaarten. En toevallig had ik dus al van de starters, van Bulbasaur, Squirtle, Charmander, alle drie de kaarten in mijn map zitten. Dus ik dacht dat is een heel mooi begin. Ik heb ook van de top series die destijds is uitgekomen en minder populair was, had ik alle eerste kaarten, zoals deze Charizard bijvoorbeeld. Daar had ik ook overal de blue label. Dat is de first edition van de top series. Je hebt ook een zwart labeltje, een rood labeltje en een groene. Maar dat heeft mij eigenlijk aan het denken gezet van laat ik gaan beginnen met het verzamelen van de originele eerste 151 kaarten. Waarvan ik er dus drie had. En wat eigenlijk ook wel een beetje een jumpstartje heeft gegeven aan het sparen is dat ik van Peter, die kennen jullie misschien wel of niet, daar heb ik een tijd YouTube video's mee gemaakt. Heb ik deze prachtige stapel van zijn jeugdcollectie gekregen. Hij deed daar niks meer mee, er zaten niet heel veel holo's in of dat soort kaarten. Maar op basis daarvan kon ik wel al een hele mooie jumpstart maken. Ik ben ook niet per se op zoek gegaan naar alles in een Gem Mint 10 kwaliteit. Ik ben eigenlijk gewoon van start gegaan met, nou ja, eerst maar eens een kaart van alle Pokémon bij elkaar verzamelen. En op basis daarvan dan misschien gaan uitwerken naar een mooiere kaart, een mooiere versie of niet. Zoals je ziet, deze kaarten zijn redelijk gebruikt. Daar is redelijk mee gegooid op het schoolplein. Maar ik was al lang blij dat ik van iedere kaart een versie in de map kon toevoegen. Dit zie je een Executor Base Set 2. Die gebruiken we dus niet. De Weedle is een IP. Die gebruiken we ook niet. Ik ben echt op zoek naar de Base Set Jungle of Fossil in de Engelse versie. En dat hoeft dus niet een first edition te zijn, maar gewoon een limited. Pikachu zag ik ook voorbij komen in de map, maar dat was wederom een IP-kaart. Dus ik moest wel eventjes door die stapel van Peter heen om te kijken van hey, welke Pokémon heb ik er nu wel en niet in zitten? Welke kan ik gebruiken, welke niet? Hier zie je zelfs een PV-kaart, had ik nog nooit gezien. Maar dat was eigenlijk een beetje het proces waar ik doorheen ging. Hij had een hele hoop Charmanders. Had eigenlijk een hele hoop kaarten. Maar ja, ik moest natuurlijk wel net de kaarten ervan tussen vissen die ik nodig had. Kadabra was zeker een must-have.
Kadabra is natuurlijk een Pokémon die heel snel uit de sets is verdwenen vanwege een rechtszaak. Om die dan in de base set te hebben is natuurlijk hartstikke mooi. Hier ging ik er eventjes doorheen. De kaarten die ik verzameld had vanuit de map. Jullie zien hier dat ik even heel snel doorheen blader. Dat is ook omdat, nou ja, we moeten 151 kaarten verzamelen. Dat heeft me ongeveer een halfjaartje gekost. Deze video wil ik geen half jaar laten duren. Hij duurt al ongeveer 3 kwartier. Dat vind ik lang zat. Dus laten we er gewoon eventjes snel doorheen gaan. Ik had op een gegeven moment hier zo de kaarten voor mij liggen. Die ik kon toevoegen aan de map. We zien hier de Eevee van Jungle. In een redelijke kwaliteit. Er zaten wel een aantal vuiligheidjes op en dat soort dingen. Hier heb je de Parasect. Daar kun je ook wel een beetje aan zien dat die gebruikt is. Het is allemaal redelijk. Daar was ik al lang blij mee nogmaals. Ik weet dat er een heleboel mensen zijn die zeggen, ja, hier, dit is geen reet waard. Maar wat het voor mij waard is, is dat ik gewoon een binder heb met daarin een stukje jeugd, geschiedenis, al die eerste Pokémon kaarten op een rijtje. En dat was het doel die ik had. Je moet natuurlijk wel een beetje goed zoeken. Maar uiteindelijk had ik een redelijke selectie gemaakt. Je ziet hier dat ik de Tauros aan het toevoegen was. Een hele hoop kaarten eruit heb kunnen halen. En dan ook een aantal kaarten die ik niet kon gebruiken. Je ziet bijvoorbeeld de Magmar van Fossil. Die zit ook in base set. Dus in dat geval wil ik echt de eerste kaart ooit gemaakt. Dus dan wil ik echt de base set erin hebben. Dus het feit dat dit dan de Fossil is, leuk dat ik hem heb, maar die past er niet bij. Ik moet echt specifiek die base set kaart hebben van mezelf. Daarnaast heb ik ook als doel dat als er een holografische versie en een non-holografische versie van de kaart bestaat, dan wil ik wel de holografische kaart hebben. Dus ja, dat zijn er 43, dacht ik uit mijn hoofd. Hier zie je bijvoorbeeld de Kabutops. Dat is een non-holo versie, maar er bestaat een holo versie van. Dus dan is het jammer. Gaat hij niet de binder in. Moeten we verder zoeken. Mr. Mime, hetzelfde liedje. Daar is ook een holografische kaart van. Snorlax is een holografische kaart van. En deze Electrode is ook van een tweede versie. We willen echt de base set hebben. Hier zien we Arcanine. Daar ga ik voor op zoek naar een nieuwe kaart. Die hebben we uiteindelijk ook gevonden. Want je ziet, die ziet er niet zo heel erg goed uit met die crease. Met al die vouwen en scheuren aan de zijkant. Maar we hebben zeker een grote sprong kunnen maken. Ik had ook nog deze in mijn binder zitten. Een Vileplume die ik heel cool vond. Omdat er een error in zit. Namelijk dat het symbool van Jungle, waar die set toe behoort, niet op de kaart staat. Dus dat is een error card. Hij heeft wel een gigantische crease erin zitten, dus dat is ook niet de mooiste versie. Maar omdat het zo'n bijzondere kaart was, heb ik die destijds toen wel ergens overgenomen. We gaan de kaarten toevoegen die wij uit onze mappen en uit Peter zijn prachtige stapel hebben weten te halen. En die voegen wij toe aan de map, zoals Charmeleon, zoals de Vileplume. En ik heb voor jullie rechtsonder ook heel eventjes gewoon de Pokédex gezet met een nummertje, met een plaatje van de kaart, dat jullie zien van oké, deze kaart voegen we toe. En echt ook om voor mezelf bij te houden dat we die 151 kaarten toevoegen. Het is niet de 22e kaart zoals je hier ziet, de 29e kaart, maar echt het Pokédex nummer. Dus het was ook een hele hoop, moet ik zeggen, heen en weer bladeren. Waar zit deze ook weer? Waar hoort die in de Pokédex? Waar zit die in de map? Je ziet ook dat er nog een hele hoop gaten te vullen zijn met blauw, groen en rode kaarten. Dus de base set, Jungle en Fossil. Maar ik moet zeggen, we waren goed op weg. We hebben een heerlijk begin gemaakt, namelijk 63 kaarten, waarvan 1 holo, die Vileplume. Nu tijd om te gaan zoeken en ook om jullie daar een beetje mee te nemen. Waar doe ik dat? Nou, het meeste zoek ik op Marktplaats. Dat is toch wel de plek waar heel veel Pokémon fanatiekelingen hun kaarten verkopen en inkopen. Let daarbij wel op, want er zijn ook een hele hoop mensen die fake kaarten verkopen. Of die kaarten voor een enorme prijs verkopen. Dus ik probeer altijd op price charting of op TCG Market te kijken naar de actuele waardes, om wel een beetje reëel te bieden. Kijk ook een beetje naar de kwaliteit van de kaarten, of je daar dus nog een beetje van af kan snoepen.
Want mensen willen graag de hoofdprijs op Marktplaats. En de mensen die inkopen willen graag voor de beste prijs inkopen. Dus dat is nog wel een dingetje. Ik zelf verkoop ook op Marktplaats. Zelf ontworpen posters zoals deze. T-shirts zoals deze die ik nu draag. En eentje met Charizard erop. En dat is ook een beetje de manier hoe ik mijn eigen hobby probeer te onderhouden. Door de verkoop van mijn eigen kaarten en door dit soort dingetjes te verkopen aan fans van de Pokémon franchise. En op basis daarvan, van de inkomsten die ik daaruit krijg, probeer ik weer kaarten in te kopen. Zodat mijn hobby ook niet van de kleding van mijn kinderen afgaat of van de boodschappen, dat soort dingen. Dus ik probeer echt alles wat ik wil inkopen van Pokémon, alles wat ik wil uitgeven aan Pokémon kaarten, probeer ik ook weer, nou ja, te verdienen aan Pokémon kaarten. Dat is niet altijd mogelijk. Zeker voor deze challenge heb ik ook zeker wel wat eigen spaargeld moeten inleggen. Maar we gaan even op pad. Goedemorgen. We zijn vandaag op de 17e, als het goed is. Zondag de 17e van maart. En we zijn op deze ochtend onderweg naar een dorpje vlak bij mij in de buurt. Dorpje, stad. Nog geen half uurtje rijden. En daar is iemand die een flinke verzameling verkoopt van BZ Fossil Jungle. Met een hoop dubbele kaarten, maar ook een hele hoop kaarten die wij dus nu nog niet in die map hebben zitten. Voor een leuke prijs. Jullie hebben gisteren gezien, tenminste jullie zien in deze video dat ik gisteren dat racestuur die ik op Marktplaats had staan verkocht heb. Voor 30 euro, dus dat is hartstikke mooi. Die 30 euro kunnen we herinvesteren. En de persoon die ik nu heb gesproken, iets wat prijzig, maar wil mij de kaarten verkopen voor 35 euro. En er zitten dus een hele hoop mooie nieuwe kaarten bij. De dubbele kaarten, die zet ik weer gewoon terug op Marktplaats als een soort van verzameling aan vintage kaarten. En wat mensen daar dan weer voor willen geven, dat kunnen we weer opnieuw herinvesteren. Dus we gaan nu onderweg naar Frank. En Frank gaat ons in ieder geval op weg helpen met een flinke toevoeging aan onze map. En dat gaan jullie natuurlijk hierna in beeld zien. Ja, ja, daar zijn we weer. Jullie zagen het al, ze zijn binnen. Ik heb hier, even kijken, nou ja, een heel stapeltje. Er zitten ook andere kaarten in dan BZ, zoals Sunkern en zo. Maar we komen, denk ik, een heel tijd. Is dat echt waar, vriend? Finn is ook gezellig mee. We gaan nu lekker snel naar huis, want er komt zo'n visite aan. Het is gewoon zondag. En dan gaan we vanavond denk ik heel eventjes kijken of wij deze kaarten kunnen toevoegen aan de map. Daar zijn we weer. We waren even op pad. We hebben wat kaarten ingekocht die aan de kaart, aan de map toegevoegd kunnen worden. Er was iemand in de buurt die kaarten aan het verkopen was. En dat waren toevallig een hele hoop kaarten die ik nog niet had. Ook wel wat dubbele. Maar het is fijn om eerst gewoon heel veel commons ook toe te voegen aan de map. Er zaten ook heel veel second gen kaarten bij die we niet kunnen gebruiken. Wie weet in de toekomst. Wie weet dat we ooit na deze challenge van 151 ook de volgende 100 willen gaan toevoegen. Maar voor nu heb ik het eventjes gehouden op de allereerste. Zoals deze Rapidash. Dat is een evolution card. Al iets meer uncommon. Maar die hebben we toegevoegd aan de map. De Magmar hebben we gevonden in Base, die ik eerder in Fossil al liet zien. Die hebben we dus gevonden in Base set. Ook deze Jinx kaart die konden we toevoegen. Die hadden wij geloof ik al in de map zitten. Maar zoals je hier ziet, de nieuwe versie die we hebben gevonden of gekocht hebben, ziet er een stuk beter uit. Minder gevouwen, beschadigde hoekjes. En dat is ook gewoon mooi. Als je dus ja, een wat grotere collectie koopt en er zitten ook wat dubbele kaarten bij, dan kun je gelijk afwegen van hey, welke is mooier, welke niet. En ik ben echt niet de enige die op Marktplaats bezig is met het verzamelen van kaarten. Dus de meest beschadigde waar ik niks meer aan heb, heb ik ook gewoon weer voor een spotprijsje erop gezet om op die manier ook weer wat aan het spaarpotje toe te voegen om uiteindelijk weer nieuwe kaarten te kopen. Ik hoop trouwens dat jullie deze stijl van een video prettig vinden. Ik ben eigenlijk gewoon gaan zitten hier in mijn hobbykamertje. En ben nu gewoon aan het kletsen met jullie over hoe ik dit allemaal heb gedaan. Met ondertussen de beelden wat ik allemaal heb bijgehouden van destijds het verzamelen. Zoals deze Shellder, deze Cloyster. Om die dus allemaal toe te voegen aan de map. En aan het einde van ieder ritje, want ik voeg hier echt redelijk wat kaarten toe, heb ik dus een overzichtje van waar we staan, hoeveel kaarten ik in totaal heb verzameld en hoeveel daarvan holografische kaarten waren. Volgens mij had ik hier geen enkele holografische kaart bij zitten.
Dus we zijn voornamelijk de non-holografische kaarten hier aan het toevoegen, zoals de Horsey. Sidra heb ik hier ook nog heel eventjes. Daar zat een beschadigingetje in. De nieuwe kaart die we hebben gekocht, die was een stuk beter. Dus die wisselen we ook weer om. We hebben ook een Rhydon gevonden, waarvan ik eerst dacht, is daar niet een holografische kaart van? Dacht ik in mijn geheugen van vroeger, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus die konden we toevoegen. Een Geodude hebben we toegevoegd. En ja, zo kwamen er eigenlijk nog een hele hoop bij. Graveler. Wat was de volgende? Een Zubat. Ja, er komen een hele hoop kaarten voorbij waarvan je denkt, dit is allemaal niet zo heel bijzonder. Die had ik ook 1000 keer in een pakje zitten. Maar als je een volledige set wil maken van de originele 151 Pokémon, heb je deze kaarten ook gewoon nodig. Zoals de Ekans. Oftewel Snake achterstevoren. Of de Arbok Cobra achterstevoren. Dat was de laatste kaart die ik toevoegde. We hebben nu al 82 van de 151 kaarten. Waarvan maar één holografische. Dus het was hoog tijd om wat meer kaarten in te gaan kopen. Hier was ik heel erg blij mee zo te zien. Ik weet zelf ook niet meer precies in welke volgorde ik alles heb verzameld. Dus ik ga ook weer met jullie verbaasd zijn. Terwijl ik deze opname zit te doen en deze video met jullie aan het maken ben. Het zat verpakt in keukenrol. En het was een van de eerste holografische kaarten, zie ik nu, die wij hebben toegevoegd. Namelijk Mr. Mime. Dat was niet de enige. Ik heb hier ook een prachtige Lapras. De First Edition Machamp. Die moest wel First Edition, want die is er niet op een of andere manier. Er zat ook een gratis Ponyka bonuskaartje bij en de Kangaskhan. Dus die konden we toevoegen aan de map. Hartstikke vet dat we nu ook begonnen zijn met de holografische kaarten toevoegen. Die zijn natuurlijk ook iets prijziger. Maar ja, ze zijn nodig als je dit project wil afronden. We begonnen met de Machamp, waarvan ik dus net al zei, dat is de enige kaart die we First Edition moesten hebben. Dat komt omdat die er alleen is in First Edition. Iedere Machamp kaart heeft een First Edition logo. Er zit een kleine beschadiging onderin, maar dat boeit mij helemaal niks. Want het is gewoon voor mijn eigen verzameling. Het is niet dat ik hem uiteindelijk weer ga doorverkopen en dat ik verwacht dat iedereen Gemin 10 kaarten van me overkoopt. Dit is gewoon voor mezelf. En ik ben geen miljonair, dus ik ben gewoon een beetje op zoek gegaan naar betaalbare kaarten, kan ik wel zeggen. En ik hoop ook dat dat voor jullie leuk is om te zien, zodat jullie een idee hebben van, hey, dit kan ik misschien ook wel in de toekomst gaan doen. Ik heb niet alle prijzen bijgehouden. Ja, wel een beetje voor mezelf, mijn eigen boekhouding. Maar ik denk dat ik uiteindelijk voor dit gehele project op een 400-500 euro heb gezeten. Wat ik heb moeten investeren. Dus kaarten die ik heb verkocht en waarmee ik het spaarpotje weer heb opgevuld, tel ik niet mee. Ik heb echt 500 euro moeten inleggen. En dat is voornamelijk vanwege de grote klappers. De Charizard, de Blastoise, Venusaur, Dragonite, Gengar, Holo. Dat soort kaarten. Die gewoon voor een flinkere prijs gaan. Hier had ik weer drie enveloppen binnen met kaarten. Laten we eens even kijken. De Porygon, dat is ook zo'n kaart. Daar moet je maar, die moet je maar weer ergens zien te vinden. Iemand die een Porygon op Marktplaats te kopen heeft staan. En nog een hele hoop extra kaarten die wij aan de map konden toevoegen. De Wartortle miste ik nog. Ik had wel Charmeleon en Ivysaur, maar de Wartortle die miste nog. En dan zie je dat de drie grote klappers ook nog missen aan de zijkant. Een Beedrill, die moesten we natuurlijk ook toevoegen. Een van de rare kaarten. Nou, als je nu een pakje base set openmaakt en je haalt de Beedrill eruit, dan is het echt keihard janken, want die is maar een paar euro waard. Maar dat was dus een van die kaarten die op de rare spot kon zitten aan het einde. De Haunter. En zo meteen komen er voornamelijk wat klappertjes achter elkaar. Hier zie je dat ik weer een wat betere Vulpix op de kop heb getikt, die ik in de map kon stoppen. En een Abra heb ik kunnen toevoegen aan de map. En zo werd de map langzaamaan een stukje voller. Iedere keer kwam er weer een kaartje bij. En met dit soort aankopen waarin je in één keer 10, 20 kaarten erbij koopt, gaat het natuurlijk heel hard. We zien zo meteen een overzichtje, maar ik ben hier nog eventjes druk bezig met het toevoegen van de kaarten. Ik hoop dat de video niet te traag gaat voor jullie en dat jullie het ook gewoon leuk vinden om de kaarten bij elkaar te zien. De trainers en de energies heb ik niet toegevoegd trouwens. Ik heb het wel echt alleen op de Pokémon gehouden. Dus hier zie je ook die trainers en die energies, die gaan naar de zijkant. En de Pokémon zelf, zoals de Omanyte die je hier ziet, die gaan wel in de map. Dan hebben we ook nog wat
Ik dacht heel even dat de Hollows gingen komen, maar dat is nog niet. We hebben hier de Dratini. De Dragonite is natuurlijk ook een flinke klapper. Die heb ik redelijk laat pas op de kop weten te tikken. Maar dat zien jullie later in de video. De Growlithe hebben we hier zo. En dan komt er als het goed is nog één kaartje achteraan. De laatste die we in deze reeks hebben toegevoegd. En dat was... Eens even zien. Dat was de Porygon uiteraard. Die ik net ook al uit het envelopje liet zien. Ja, dat zijn echt van die Pokémon kaarten. Die kom je niet heel snel tegen. Niet iedereen zet random een Porygon op Marktplaats. Dus dat was even flink zoeken. We zitten nu al op 97 van de 151 kaarten. Waarvan 5 holos. Dus dat is helemaal niet slecht. En deze kaarten die gaan dus weer terug de verkoop in. Zodat wij op basis daarvan weer kaarten kunnen inkopen. En dat gaan we nu eens eventjes doen. Hey, daar zijn we weer in de auto. Vandaag ben ik onderweg naar het postkantoor, want hoeveel we ook inkopen, er moet natuurlijk ook iets uit om te zorgen dat de kosten voor deze map wat lager blijven. Dus ik heb hier een doosje vol met pakketjes van kaarten in mijn bezit die ik verkoop. Dus, en ook overgebleven bulk van de overige B-set kaarten die we hebben aangeschaft, die we dubbel hadden. Dus die gaan nu allemaal op de post en van dat geld kunnen we uiteraard weer wat kaartjes inkopen. En dat brengt ons weer bij de volgende inkoop na het verkopen van kaarten. En dat waren wat redelijke lekkere klappertjes. Een hele hoop holos zaten erbij, zoals de Mewtwo, de Gyarados, wat ik een hele vette kaart vind, de Zapdos, een van de Legendary Birds. En we zitten hier ondertussen alweer in april. Dat zien jullie trouwens ook de hele tijd, die datum. Dat jullie een beetje kunnen zien van, hey, hoe lang heeft hij hierover gedaan? Soms zit er een gat in van een aantal weken, soms zit er zelfs een maand tussen. Omdat ik gewoon weer eventjes wilde bijsparen of eventjes weer rustiger wilde kijken of er nieuwe advertenties bijkwamen op Marktplaats. Dat je niet iedere dag in dezelfde pool zit te vissen. Op een gegeven moment waren er ook een paar verkopers die het namelijk helemaal beu waren dat ik iedere keer onder hun vraagprijs ging zitten bieden. Dus dan is het af en toe ook wel lekker om heel eventjes een pauze te nemen voor jezelf, zeg maar. De Mug. Dat is ook zo'n holokaart waarvan je denkt, ja, wil ik die hebben? Nou, Mug is niet per se mijn favoriete Pokémon. Maar, hey, we voegen hem toch toe aan de map. Want hij hoort gewoon nou eenmaal bij die eerste 151 Pokémon. Dus die moet toegevoegd worden in holografische kaart. De Electabuzz, een must-have voor mij. Want zoals jullie misschien wel weten, Electabuzz is mijn favoriete Pokémon ooit. Dus ik was heel blij dat ik die kon toevoegen in een Engelse variant. Want in mijn Electabuzz verzameling mapje had ik alleen de Nederlandse eigenlijk in de First Edition. De Gyarados hebben we toegevoegd. En ja, wat kwam er nog meer? We hebben best wel wat holos. De Vaporeon, dat was ook weer een van de prijzigere kaartjes. Sowieso alle evolutions zijn wat duurder. Denk hierbij gewoon aan ergens in de 20, 30 euro. Waarschijnlijk heb ik er te veel voor betaald. Maar dat zijn gewoon sommige Pokémon, dat zijn gewoon favorieten. En daar betaal je gewoon wat meer voor. Omdat mensen weten dat er meer mensen naar zoeken, zeg maar, dan naar een Mug. Die je voor een paar euro de kop kan tikken. De Zapdos hebben we toegevoegd. En dan uiteraard een van de allerlaatste, dacht ik. Oh nee, we hebben ook nog de Dragonair. Maar daarna komt hij, de nummer 150. Dat is de Mewtwo. En de reden dat jullie trouwens daar een witte kaart zien, de V-kaart, de witte, dat is Mew uiteraard, 151. Maar Mew heeft alleen een promokaart. Die zat niet in een van de sets. De allereerste Mew-kaart was een promokaart. En dat is niet die Ancient Mew, maar wel een wat normalere. We zitten nu op 106 met 11 van de 43 holografische kaarten. Ik neem jullie hier nog heel eventjes door de map heen zo te zien met, die mis ik nog. Of volgens mij ging ik hier kijken hoeveel non-holografische kaarten ik nog miste. Dat waren er nog best wel wat hoor. Maar dat was even een soort van tussendoel voor mij van, laat ik die dan even als eerste zoeken. Dan weet ik dat ik daarna alleen nog maar naar de grotere uitgaves voor de holografische kaarten moet kijken. Dus dat was eventjes... wat ik van plan was hier. Van, welke non-holos moet ik nog hebben? Dan kan ik die misschien eventjes als eerste gaan zoeken. 17 april. We zitten alweer een dikke week verder. En ik heb weer een soort mapje met wat non-holografische kaarten bij elkaar weten te krijgen. Dat was iemand in de buurt die verkocht die. Dus die was ik weer trots gaan ophalen. Daar zat ook deze Squirtle in die een stuk beter was dan de Squirtle die ik had. Dus die wisselden we uiteraard weer eventjes om.
Charmeleon. Had ik ook een nieuwe Charmeleon. Ja, hier zat een heel naar hoekje aan, zie je dat? Die whitening. En hier zaten twee andere Charmeleons in. En daar zat toch zeker wel een betere bij. Dus die wilden we ook toevoegen aan de map. Omdat die er gewoon wat netter uitzag. Er zaten ook een aantal kaarten die we nog niet hadden, zoals hier de Onyx. Daar zaten er ook twee van in, maar daar hebben we er dus de beste van gekozen. De andere gaat weer in de verkoop. Mochten jullie trouwens mij willen zoeken op Marktplaats, omdat ik regelmatig Pokémon dingetjes te koop zet. Op Marktplaats heet ik Pokémon Trader. Je kan mij ook gewoon op pokevin-nl op Instagram een berichtje doen om eens te sparren over dingen te traden of te verkopen. En ik heb ook voor mijn shirts en designs van mijn posters een Instagram account dat heet Poké. En daar kun je ook altijd terecht. Dat kun je ook vinden via mijn channels. Hey, een Holo Hitmonchan konden we toevoegen aan de map. Heel mooi kaartje moet ik zeggen. Er zaten ook echt wel holos bij waar je gewoon krasjes in de holo hebt zitten die waarvan ik weet, oh ja, daarom heb ik er maar een paar euro voor hoeven betalen. Maar er zaten ook echt wel holos bij waarvan ik dacht, hey, dat was echt een vriendenprijsje, want de kwaliteit hiervan is echt wel oké. En die Hitmonchan was er daar één van. Daar zag je wel wat krasjes in, maar die zag er over het algemeen echt wel goed uit. Pidgeotto hebben we toegevoegd en dan brengt ons dat op 12 holos en 112 van de 151 kaarten. Dus we zijn echt wel goed op weg. Ik ga hier nogmaals heel even door de map heen, zodat jullie kunnen zien dat er steeds minder gaten over zijn. Dat er echt wel een goed gevulde map ondertussen staat. Dat kan ook niet anders met 112 van de 151. Maar gewoon om even een overzicht te geven van, hey, hier waren we nog naar op zoek. Ik had hier volgens mij ook voor mezelf een doel gesteld van hoe lang wil ik hier aan bezig zijn. Het is hier april. Ik ben natuurlijk begonnen in maart, geloof ik, deze video. En ik had een beetje als doel om wel rond mijn verjaardag het mezelf als een soort cadeautje te doen. Ik ben 3 augustus jarig. Dus ik had hier nog een aantal maanden te gaan. We zijn ondertussen in mei aangekomen. 1 mei zag ik staan. En we hebben hier een Weezing, nummer 110 in de Pokédex. Die konden we toevoegen aan de map. En dit was weer een punt waar ik heel veel kaartjes verzameld had sinds 17 april tot aan 1 mei. In die paar weken had ik best wel ingeslagen. Dus bear with me, we gaan weer een hele hoop kaartjes voorbij zien komen. De Krabby, de Sandslash, hier zo nummer 28 van de Pokédex. En er komen er nog een hele hoop aan, kan ik jullie vertellen. Dat zie ik hier namelijk op mijn tijdlijn hieronder, waarop ik nu tegen jullie zit te kletsen. Ik hoop dat jullie het trouwens ook gewoon gezellig vinden om mij weer eens te zien, weer eens eventjes bij te kletsen. In de vorm van deze video, waar ik zelf gewoon heel trots op ben, omdat ik dus een doel voor mezelf heb gesteld en dat heb weten af te ronden. Spoilers, we hebben de 151 kaarten verzameld voor mijn verjaardag. Of rond mijn verjaardag, want ik ben op vakantie gegaan op mijn verjaardag naar Noorwegen. Hier had ik de Snorlax, ook een error card. Daar komen er meer van in de map. Toevallig kwam ik deze tegen, het zag er goed uit en daarom wilde ik hem heel graag hebben. Dat komt omdat hij ook dat symbooltje mist. De Aerodactyl heb ik zonder de pre-release, dus wel gewoon de Unlimited. Je ziet ook heel veel Aerodactyls rondgaan met pre-release erop. Dat is in principe de eerste natuurlijk. First edition pre-release, maar ik wilde de normale. Hier de Pidgeot, ook zonder een jungle icoontje, dus dat is ook een error card. Dat vond ik wel vet om te hebben. Ik had ook andere Pidgeots gezien, maar toevallig vroeg deze echt een beetje dezelfde prijs. Dus waarom zou ik dan niet voor de error card gaan? Dat is toch iets specialer. De Magneton kaart hebben we erin zitten in holografisch. En dat brengt ons naar 11 mei, waar ik nogmaals 2 kaarten kon toevoegen. Zo te zien, de Nidoqueen holografisch. En jullie zagen hem, daar is die Mew promo. Eerst de Nidoqueen. Prachtig kaartje, al zeg ik het zelf. Zeker wat gebruikssporen, maar zag er hartstikke mooi uit. En hier gaat hij, de witte V-kaart, de enige promokaart in deze binder. De Mew promokaart, holografisch. Die konden we toevoegen. Pardon, ik ben een beetje verkouden. We zitten op 18 holos, 123 kaarten. En ik had wederom wat kaarten op de kop getikt. Zoals deze prachtige holografische Raichu. Er komen er nog een aantal bij, zo te zien. Een Clefairy holografisch. Het was natuurlijk nu best wel de tijd dat ik zo goed als alle non-holografische kaarten bij elkaar had gevonden. Dus
Alles wat je nu ziet zijn er wat duurdere losse uitgaven. Behalve deze Gloom. En volgens mij was de allerlaatste non-holo kaart die ik kon toevoegen Tentacool. Die ik moest toevoegen. Dat was volgens mij echt de allerlaatste. Ik heb hier een Victory Bell, zoals jullie zien. Holografisch die ik kon toevoegen. En welke hadden we nog meer? Kijk, daar is die. Tentacool. Volgens mij was dit de allerlaatste non-holo. Tentacool. Dat is ook weer zo'n random Pokémon. Waar heel veel mensen niks mee hebben. Ik heb ook niks met Tentacool. Maar dat was de allerlaatste die ik moest toevoegen. De Gengar was een grote klapper, moet ik zeggen. De holografische Gengar. Hier hebben we de Electrode die we konden toevoegen. Dat was dan blijkbaar de laatste. Of er komt nog een non-holo, maar dat weet ik niet. De Scyther hebben we hier zo. Wederom zonder icoontje. Dus dat is ook weer een error card. Dus volgens mij was dit de laatste error card. Dat we er drie in hebben zitten. Drie of vier. We konden ook nog deze prachtige Articuno toevoegen. Dat is natuurlijk ook een van de Legendary Birds. En toen was het eigenlijk wel weer hoog tijd om ook wat kaarten te verkopen. En wat spulletjes, zoals games. Ja, ja, daar gaan we weer, dames en heren. We gaan weer op pad om een paar pakketjes te posten. En dit keer zijn het wat kaarten die ik het liefst had gehouden. Kaarten zeg ik. Het is een kaart en een Game Boy Color game. Maar we komen nu toch wel bij die laatste loodjes. En dat zijn de wat prijzigere kaarten natuurlijk. Een Charizard, een Venusaur, een Blastoise. En dus heb ik ervoor gekozen om ook wat prijzigere eigen kaart uit de collectie weg te doen. Dus jullie zien het hier zo even in beeld. De Shiny Pikachu in een 9.5 gegrade door de mensen van Pokégrade. De Shiny versie uit de Paldeum Fates. En ik heb ook mijn Pokémon Yellow game in een doosje verkocht. Dus dat zijn toch wel dingen die ik graag had gehouden. Maar ja, soms moet je keuzes maken en deze map, die moet af. Let's go! Zoals ik gisteren al had aangegeven, kwamen er vandaag dus wat duurdere kaartjes binnen waarvoor wij dus dingen hadden verkocht. Hier zijn er twee van. Tada! Twee van de big ones. En we hebben ook de allergrootste. Daarvoor heb ik lang lopen zoeken naar een ungraded versie, maar die waren eigenlijk allemaal heel erg beschadigd. Niet heel erg realistisch in prijskwaliteit. En ik vond er eentje bij iemand die te koop stond, gesleeved en gegraded. Het is in een 4, maar hij ziet er aan de voorkant echt super goed uit. Perfect voor de binder. Ik ben er normaal niet zo van, maar wij gaan dus een slab gaan wij openbreken om hem in de binder te gaan stoppen. En wat je daarvoor nodig hebt is uiteraard de kaart. We gaan hem zo openbreken met een tang en je hebt er ook een platte schroevendraaier voor nodig. Wellicht hoorden jullie een prachtig concert van mijn zoontje achter me. Normaal veiligheidsbril, sowieso altijd. Die heb ik eventjes niet bij de hand. Dus wat ik sowieso zou adviseren is om je kaart hier in een theedoek te wikkelen terwijl je hem gaat openbreken. Waarom? Het plastic gaat werkelijk alle kanten op vliegen. Dus doe dat altijd. En waar je hem openbreekt is niet gewoon hier random in het midden. Vanzelfsprekend gaan wij een hoekje openbreken. Dat ga ik dus nu doen hier binnen een theedoek, zodat het plastic niet door heel de kamer vliegt. Zoals je ziet is het hoekje eraf, maar ik weet nog niet of dit ver genoeg is. Dat gaan we heel eventjes testen. Helaas moet hij nog een stukje verder. Ik dacht dat we ver genoeg waren, maar we gaan dus nog een stukje verder openbreken. Dus ik pak hem goed vast. Wij wikkelen de theedoek er omheen en dan gaan wij heel hard knijpen. Daar zijn we. Het labeltje ligt vrij. Hier zou die tussen moeten kunnen passen. En wat we gaan doen is hem openwippen door de flathead ertussen te steken. We moeten namelijk een opening zien te creëren waarmee we de hele slab kunnen openzetten. En dan kunnen we, als het goed is, de kaart er heel voorzichtig uithalen. En dan zo snel we kunnen stoppen we de kaart in een nieuwe verse sleeve in een toploader uiteraard, netjes uit de slab. Hey dames en heren, we zijn weer een paar dagen verder en ik heb nog een kaartje binnengekregen in een sleeve, dus die gaan we ook weer even openbreken. Deze keer is die van PCA moet ik zeggen. En het is wel een grote, het is namelijk de laatste Legendary Bird die wij nog nodig hadden. De Moltres uit de Fossil Set in Hollow.
foil. Dus die gaan we even openbreken. En dan kan ik de drie starters en deze laatste legendary die wij nodig hebben in de map gaan stoppen. Ja, dankjewel Kevin dat je het even voor me overnam, want mijn stem is steeds schorder en schorder aan het worden. Jullie zagen hier inderdaad hoe ik gegrade kaarten openbrak om die kaarten te kunnen toevoegen aan de map. Heel veel mensen die zeggen echt nooit ever doen. Je kan namelijk een kaart ook flink beschadigen als je schroevendraaier per ongeluk doorschiet. Dus ik zou het ook zeker niet aanraden, maar ik kon eigenlijk niet anders. Want ik zag gewoon niet echt advertenties van mensen die hem los aan waren aan het aanbieden. Zo. Dus ik moest ze wel openbreken, zoals die Charizard kaart. Dat vond ik doodeng. Het zweet stond op mijn voorhoofd, het zweet stond in mijn bilnaad. Die schroevendraaier zat ik zo te trillen. Maar het is allemaal goed gekomen en ik kon dus de drie grote klappers toevoegen. De Venusaur, deze Blastoise kaart, die er naar mijn idee echt prachtig uitziet. En de Charizard uiteraard, de grootste klapper uit de map. Die konden we ook eindelijk toevoegen, zo na een aantal maanden. Het is een PSA 4, dacht ik, maar ja, ik vind hem er prachtig uitzien. De holo ziet er goed uit. Ik vond de voorkant voornamelijk heel mooi. De achterkant zie je toch niet als hij zo in een binder zit. En dat brengt ons op 28. Hey mensen, daar zijn we weer in de auto. We zijn op deze bloedhete dag van ongeveer 30 graden onderweg naar een nog hetere expo. We zijn namelijk onderweg naar de expo in Houten. Daar is deze zaterdag en zondag 20 en 21 juli een Pokémon event, een Pokémon beurs met allerlei verschillende standhouders. En zoals jullie weten en hebben gezien in deze hele video is dat we in de laatste loodjes zitten, de laatste vintage holos die we moeten gaan vinden. Er staan er een aantal op Marktplaats, maar het bieden gaat allemaal niet fantastisch. Het duurt allemaal maar wat lang. Ik lig al een paar weken stil. Misschien wel al een maand stil sinds die base-set kaarten. Dus ik wil heel eventjes een slag slaan. En even kijken of ik misschien op de beurs bij al die standhouders in de mappen een paar pareltjes kan vinden. Dus ik neem jullie mee. Ik ben niet zo van het vloggen waar andere mensen bij zijn. Ik vind dat soms ongemakkelijk en lastig. Maar ik zal proberen gewoon wat dingetjes te filmen en jullie een beetje mee te nemen. En anders zien jullie thuis wel wat ik heb gevonden. Ik ben in ieder geval onderweg. Ik zet nu weer heel even mijn airco aan. Die had ik even uit voor het lawaai voor deze opname. Maar ik ga helemaal dood hier. Dus tot zo. Goed, jullie hebben wat beelden voorbij zien komen. Ik ben weer buiten. Ik zit weer in de auto. We zijn bijna klaar. Ik heb niet iedere kaart kunnen vinden. Maar er is nog, ik denk een handvol, vier kaarten die we nu nog maar nodig hebben. Dus we zijn flink geslaagd. Ik zal heel eventjes snel er doorheen lopen. Ik heb een Dragonite gevonden. Een Chansey, een Pinsir, een Hitmonlee, Miskernoing, Hypno. Een mooiere Arcanine, want de Arcanine die wij in de map hebben zitten is foei lelijk. Een Ditto, een Clefairy en een Nidoking. Een Venomoth, een Poliwrath en een, last but not least, Alakazam. Dat is toch een van de chase kaarten die we nog moesten. En deze Alakazam, ik denk dat die, hij was 20 euro. Dat is voor een Alakazam echt goedkoop. Ik denk door de centering. Want de centering is echt niet om nou over naar huis te schrijven. Maar wij gaan hem toch niet laten graden. Wij doen hem in een map. En dan is deze echt dikke vette prima. Dus eigenlijk heel erg blij met wat we gescoord hebben. En jullie gaan ze zo meteen even van wat meer dichterbij zien als ik ze in de map stop. Ja, de Pokémonbeurs. Dat was echt een van de plekken waar ik er echt een hele hoop in één keer aan heb kunnen toevoegen. Dat is ook de plek waar ik het meeste geld heb uitgegeven. Laten we eerlijk zijn, op zo'n Pokémonbeurs wordt ook de hoofdprijs gevraagd. Maar het was gewoon nou eenmaal een plek waar ik een kaart ook eventjes fysiek kon vasthouden. Het gaat om best wel wat uitgaven natuurlijk. En die holografische kaarten, vanaf Marktplaats kan je het soms niet zo goed zien. Dus ik vond het wel fijn dat je daar gewoon even de kaarten kon vasthouden. Eventjes van dichterbij kon bekijken. En ja, dan sta je op zo'n beurs met allemaal fans. Met als in Pokémon fans, fanatiekelingen. Je hebt die kaarten in je handen, ze zijn binnen handbereik. Dan geef je het ook uit. Dat is ook het gevaar van naar zo'n beurs gaan, vind ik zelf. Met dat idee ga je natuurlijk ook al een beetje die kant op. Ik had een mooie Arcanine eindelijk op de kop getikt. Zonder vervelende hoekjes en vouwen. En dat was natuurlijk ook hartstikke mooi dat we die konden toevoegen. En voor de rest, volgens mij hadden we bijna alles gevonden daar. En was er nog één of
twee kaarten die we echt nog moesten zoeken. Daar komen we zo meteen wel op, want volgens mij was de map zo goed als gevuld. Nadat wij bij deze Pokémon-beurs waren geweest. En Alakazam, de centering is niet om over naar huis te schrijven, maar nogmaals, ik ben hier niet om de kaarten te graden en voor de hoofdprijs door te verkopen. Het is voor mijn map, dus ik was al lang blij dat ik zo'n Alakazam kon toevoegen. De Hypno vond ik er ook hartstikke mooi uitzien. Zeker wel wat krasjes in de holo, maar voor de rest hartstikke blij mee, dus die konden we toevoegen. We zien hier ook de Hitmonlee met een, ja, wat gebruikssporen, maar een hartstikke mooie versie ervan. En zo gaat het rijtje eigenlijk een beetje door. Een Chansey hadden we gevonden op de Pokémonbeurs. Ik heb ze geloof ik net ook allemaal eventjes laten zien in die auto, dus ik kan het nu allemaal wel weer zitten herhalen. Maar goed, ik was gewoon heel blij dat ik daar geweest was en dat ik die keuze had gemaakt om daarheen te gaan met het doel om vintage kaarten te gaan spotten. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Ik denk dat ik nog wel vaker naar een Pokémonbeurs ga. Want ik vond het ook gewoon hartstikke gezellig en leuk om te zien. En met mensen te praten en mensen in de community te ontmoeten. Dus als jij dit ook zit te kijken en jij bent ook een verzamelaar of iemand in de community die het leuk vindt om connecties te maken. Stuur een berichtje hier in de comments. Volg me op mijn social. Stuur me daar een berichtje. Ik vind het superleuk om met mensen te kletsen en te sparren over deze hobby. En meer mensen te leren kennen. Dus ik hoop dat jullie gewoon genieten van deze video. We zitten op 147 van de 151. En dit zijn de laatste kaarten om de map te vullen. De Flareon was een van de kaarten die ik niet kon vinden op de beurs. Wel eentje gezien, maar die zag er echt niet zo goed uit. En daar vroegen ze ook echt €50 voor. Dus dat vond ik te gek. Die heb ik uiteindelijk dus toch op Marktplaats gevonden. Een mooi exemplaar, dus die konden we toevoegen. En een Kabutops, die hebben we ook gevonden op Marktplaats. Die had ik gek genoeg niet gezien op de beurs. Er was niemand die een Kabutops verkocht. Is natuurlijk ook niet echt zo'n Pokémon waar heel veel mensen fan van zijn. Waar er heel veel van in omloop zijn, denk ik. Maar ik was blij dat er iemand op Marktplaats vanaf wilde. Dus dat is mooi. We zitten dus nu op 159. Nog twee kaarten te gaan. En daar waren ze. We hebben wederom een kaart moeten kopen in een slab die we moesten openbreken. Want anders kwamen we er niet aan. De Wigglytuff. Dus hier sta ik weer als een zenuwpees de kaarten door te knippen met het plastic. Nogmaals, kijk daar alsjeblieft mee uit. Doe ook zeker iets van een theedoek of bescherming ook voor je ogen. Ik had geen bril hier, maar ik had hem helemaal in een doek gewikkeld. Dat die plastic stukken die er vanaf spatten, werkelijk waar, niet in je gezicht komen. Doe het vooral niet, zou ik zeggen. Wat gek is, want ik heb het hier gedaan. Maar ik kan het niet aanraden. We hebben hier de laatste twee kaarten. De Jolteon was een van de laatste die we moesten toevoegen. Dat is gelukt. En jullie zagen net hoe ik hem openbrak. Maar de allerlaatste kaart die wij moesten en die we hadden gevonden was de Wigglytuff. Dit is de allerlaatste kaart voor onze verzameling. En daarmee zijn we helemaal compleet. Op 2 augustus, een dag voor mijn verjaardag. Dit was de dag voordat wij op vakantie vertrokken en ik de map voor mezelf af had. En daar was ik heel blij mee. 151 kaarten. En hier ga ik ze nog eens allemaal voor jullie langs. Ik ga er niet te veel per kaart over praten. Geniet gewoon van de beelden. Zie de kaarten. Ik hoop dat jullie deze reis van hoe ik deze map verzameld heb leuk vond. Ik zit ook nog te kijken om misschien een vervolg te maken over misschien de volgende 100. Laat het weten als je dat leuk lijkt. Ik ga er zelf waarschijnlijk meer plezier aan hebben dan jullie. En ik zit er ook aan te denken om deze kaarten allemaal in een grote lijst te hangen. Dat zie ik ook op TikTok wel eens voorbij komen. Het probleem is dat het echt een lijst wordt van 1 meter breed en 1,40 meter hoog. Dus je ze allemaal in één frame wil hebben. Dus daar twijfel ik nog een beetje over. Misschien dat ik het wel gewoon in een binder hou. Wat natuurlijk ook gewoon hartstikke mooi is om af en toe erbij te pakken. Nog eens doorheen te bladeren en te genieten. Want eerlijk waar, ik geniet hiervan. Het is een stukje jeugd, een stukje geschiedenis. Ik heb ook op dat schoolplein gestaan met mijn kaartjes. Ik heb ook in de Intertoys gestaan om nieuwe pakjes te kopen met vrienden. En ik vind het gewoon heel vet om dat stukje geschiedenis, dat stukje jeugd, nu weer tastbaar in een map hier zo bij me te hebben. De allereerste 151 Pokémon ooit. De allereerste kaarten ooit. En dat vind ik gewoon iets moois. Voor mezelf. Dat wilde ik graag. En
De ene verzamelt munten, de andere postzegels. Ik verzamel Pokémon kaarten als 32-jarige vent hier op een zolder. Daar mag je wel van vinden wat je wil. Maar ik was hier heel blij mee. Ben hier heel blij mee. En ik vond het ook leuk om te doen, moet ik zeggen. Naar die beurzen gaan met mensen die dezelfde hobby hebben. Sparren op Marktplaats, op mijn socials. Kaarten ruilen, kaarten inkopen, verkopen. Ik heb er plezier aan gehad. Dus dit is ook zeker niet het laatste wat ik ga verzamelen, wat ik aan het verzamelen ben. Jullie zien hier achter mij ook dat ik van alles spaar. Ik heb ook de Lego figuren. Jullie zien dat ik naar het Van Gogh Museum ben geweest. De Pikachu Van Goghs, die staan daar. 2 keer 10, 1 keer 9,5. Ook heel erg blij mee. En in de kast daarachter ligt van alles. Bulk, nog meer holo's, nog meer mappen. Met modern, van alles en nog wat. Voor nu was dit het. Jullie zien dat we aan het einde zijn van de video. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken. Als je nu nog steeds zit te kijken. Als jullie tot het einde hebben gekeken. En met mij deze reis hebben volbracht. Dankjewel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat dat zeker even weten. Een duimpje is genoeg. Een reactie zou leuk zijn. En als je meer wil zien, mag je altijd abonneren. Maar hoeft niet. Het is gratis. Wil ik nog iets zeggen? Ik denk het niet. Ik denk dat jullie lang genoeg naar mij geluisterd hebben. Lang genoeg naar mij gekeken hebben. De video heeft lang genoeg geduurd. Ja, ik kan alleen maar dankjewel zeggen. Als je nog steeds zit te kijken. Dus dat. Ciao. Tot de volgende keer.